Dag reviewvrienden, wat zal ons Armetje hebben opgestuurd? Wat zit er onder het doosje? Stel even koekeloeren. Ah, een zakje instantnoedels. Maar niet uit Azië. Er staat hier heel groot boven. Cucina Polska. En nu is mijn Pools niet zo heel erg goed. Maar dat moet toch wel betekenen Poolse keuken. Als je mij vraagt, bietennoedels. Uit Polen. Gezellig. Weer wat anders dan stuk. Ja, het is net zoals bij Aziatische noedels. Hier heb je een zakje met kruiden. Soepkom. Noedels. Oh, dat is niet handig. Hebben we hier een zakje kruiden. Nou, dat is gewoon ook een kwestie van erin lazen. Oh, kijk, wat leuk. Noedels, kruiden, bietentroep. Nou, daar gooien we dan een beetje kokend water op. Zoals dat al vaker gaat met die noedelsoepjes. Nou ja, dan moet het een beetje los gaan komen. De noedels zijn helemaal zacht. Dus we kunnen beginnen met proeven. De Poolse bieten noedelsoep is klaar. We beginnen gelijk een paar Polen hier om de hoek te verbouwen. Het wordt tijd om te proeven. Het ziet er in ieder geval fantastisch uit. Hartstikke leuk. Maar hoe smaakt het? Nou, daar gaan we. Het is een beetje zout. Licht pittig. Bietensmaak. Ik hou van bieten. De noedels zijn... Hartstikke lekker. Ze zijn dikker dan de Aziatische. En ze smaken heerlijk. Ja, ik kan er niet veel meer van maken. Maar deze heerlijke roze paarse bak noedels uit Polen. Die zijn heel erg lekker. Ik krijg er zelf bijna zin van om te gaan verbouwen. Deze, ja, die krijg... Geef van die gasten. Deze, die krijgt van mij... Hey, deze die krijgt van mij gewoon een prachtige 8. Want het is gewoon heerlijk lekker. En nou ben ik helemaal klaar met die Polen hier om de hoek aan het verbouwen zijn. Is het afgelopen?